gezondheidsverschillen verkleinen. De heer Dijk. Voorzitter, fantastische woorden. Ik had ze niet beter kunnen kiezen. Voorzitter, ik heb ook andere mooie woorden gehoord. Ik heb mijn hoop op de zorg gesteld op een nieuwe Kamer. Ik zou willen voorstellen deze begroting dus niet voor de verkiezingen, maar wel nog dit jaar te agenderen. Dit zijn woorden uit de regeling van werkzaamheden van mevrouw Agema, 21 september 2023. Ik heb hier een motie om het eigen risico af te schaffen. Ik heb uw naam er alvast onder gezet. Het verzoekpunt is, verzoek de regering om het eigen risico zo snel mogelijk af te schaffen. En ik heb nog een motie, daar staat uw naam ook onder. Verzoek de regering om de mondzorg op te nemen in het basispakket. Komt u vast ook zo op. Zal ik uw naam eronder zetten of moet ik hem even wegstrepen? Nou, u heeft helemaal gelijk in dat ik inderdaad bij de oude Kamer voorzag dat er met de nieuwe Kamer een nieuwe werkelijkheid zou ontstaan over hoe om te gaan met de zorg. En daarom heb ik ook voorgesteld om deze begrotingsbehandeling niet voor het jaar oude jaar te doen, maar in het nieuwe jaar. En de kiezer heeft ook gesproken en heeft een nieuwe samenstelling aan de Tweede Kamer gegeven. En u heeft al een motie ingediend van die strekking dat het eigen risico zou moeten worden afgeschaft. En die is ook al aangenomen. Vraag is nu, hoe gaan we dat betalen? En daarover zullen we dus wel overeenstemming moeten bereiken. En wat u bijvoorbeeld doet, bijvoorbeeld in de doorrekening van het Nationaal Zorgfonds, is dat u het afschaffen van het eigen risico betaalt door de zorgtoeslag af te schaffen. Nou, dat zou niet mijn voorkeur hebben, meneer Dijk. Want dan verplaats je dus de kosten van de mensen die ziek zijn naar de kosten voor de mensen die de laagste inkomens hebben. Daar ben je niet mee geholpen. Ik heb volgens mij het verzoekpunt opgenoemd voor beide moties. Uw naam staat eronder. Ik kan hem wegstrepen. Dus de vraag is ja of nee. En op alle antwoorden die u net gaf over het eigen risico, daar zijn heel veel varianten voor. Maakt u zich niet druk. Ik heb echt heel veel andere varianten die u ook heel fijn vindt. We kunnen miljonairsbelasting invoeren. We kunnen een inkomensafhankelijke premie doen, waarbij alleen de rijkste 80% 3% meer gaat betalen en 80% van de gezinnen erop vooruit gaan. Noem maar op. Sterker nog, als u dit voorstel steunt, als ik uw naam niet wegstreep, dan heb ik gelijk een amendement die ervoor zorgt dat we een dekking daarbij hebben. En dan kunt u die ook steunen. Mijn vraag is, zowel voor mondzorg als voor het eigen risico, moet ik uw naam eronder laten of moet ik hem wegstrepen? Meneer Gewoon een Dijk, concreet antwoord. U heeft die keihard campagne opgevoerd, constant, jarenlang. Dus gaat u het doen, ja of nee? Wat is dit nou, een rare interruptie, voorzitter? Een rare agressiviteit? U heeft na de verkiezingen de motie over het eigen risico al ingediend en die is al aangenomen. Dus wat staat u hier nou voor een punt te maken, meneer Dijk? Leg het nog eens uit. Ja, voorzitter, ik constateer dat ik weer geen ja of nee antwoord krijg. Want volgens mij staat er hier een verzoekpunt in plaats van de Kamer. U heeft de reactie van het kabinet gezien, moeilijk, moeilijk, lastig, lastig. Volgens mij bent u een partij van doorpakken, zeggen waar het op staat. We gaan het doen, ongeduldig als geen ander en terecht. Ik deel dat met u, maar we kunnen het nu regelen en laten we het nu gewoon regelen. Laten we het gewoon nu doen, laten we niet langer gaan wachten. Hoe langer we wachten, iedere maand dat we langer wachten met plannen maken om het eigen risico echt af te schaffen. Als we nog langer gaan wachten, als we op uw formatie gaan wachten, dan weet ik al wat de reactie is. Dan kan het niet meer voor 2025, dan wordt dat al ingewikkeld. Dus mijn vraag is gewoon, laten we het nu doen. En ik stel u nu de vraag, uw naam staat eronder, ja of nee? Ja, wat een raar spelletje, voorzitter. U heeft van na de verkiezingen al een aangenomen motie over afschaffen van het eigen risico. En twee, uw dekking voor het afschaffen van het eigen risico is het afschaffen van de zorgtoeslag. En dat vind ik niet verstandig, dat je de kosten gaat verleggen van de mensen die ziek zijn naar de kosten voor de mensen die het armst zijn. Voorzitter, even een punt van orde, want dit klopt. Dat heeft u laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Iedereen kan dat nu checken, even googlen. Doorrekening SP, een Nationaal Zorgfonds, dan dekt u het afschaffen van het eigen risico door het afschaffen van de zorgtoeslag. Dat is niet mijn dekking. Ik wil even een punt van orde maken, want er klopt namelijk gewoon niet wat hierover gezegd wordt. Ja. Ik heb het net uitgelegd. Er komt een inkomensafhankelijke premie, dan zijn die zorgtoeslagen inderdaad onnodig en wordt het eigen risico afgeschaft. Iedereen kan dat zien inderdaad. In 2019 we laten doorrekenen door het CPB, dat we het op die manier gaan doen. Maar ik constateer hier ook, en nogmaals een punt van orde, ik krijg geen antwoord op de vraag ja of nee.
Ja, ik vind het echt een belachelijke agressieve toon die u hier aanslaat. Er is op dit moment sprake van een informatie waarvan ik hoop dat die over mag gaan in een formatie. En dat we veel voor elkaar mogen krijgen. En dat wij een kans willen krijgen om het eigen risico ook af te schaffen. Want inhoudelijk verschillen wij erover niet van mening. En dat heb ik misschien nog wel een sterkere onderbouwing gegeven dan u tot nu toe. De Bussoff. Meneer Bussoff. Ja, voorzitter, mevrouw Agema loopt al een tijd mee. Dus die weet ook het verschil tussen een spreekt uit motie en een motie die de regering gewoon een concrete opdracht geeft. En precies dat is nou wat we vandaag kunnen doen. De regering een concrete opdracht geven om dat eigen risico te verlagen of af te schaffen. En mijn vraag is, bent u daartoe bereid als er een goede dekking wordt aangedragen? Ja, allereerst, twee van de partijen die op dit moment aan het praten zijn in de informatie, zijn er niet voor. NSC is tegen, VVD is tegen. Dus ik heb een grote taak daar liggen. Wij hebben daar een grote taak liggen, BBB en PVV. En ik kan niet op de zaken vooruitlopen. Ik kan u alleen maar zeggen wat mijn inzet is. En in uw dekking gaat over de cap eraf halen voor wat betreft de bijdrage aan Zorgverzekeringswet? Ja, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, daar ga je de inkomensgrens weglaten. Maar ik denk niet dat u daar de VVD mee overtuigt. Is dat we de VVD niet hoeven te overtuigen. Alleen de PVV hebben we nodig om dit te regelen. Dus als we als Kamer inderdaad aan zet zijn, en dat zijn we nu. Het kabinet, dat is demissionair. Dat wordt geformeerd, maar de Kamer is missionair. Wij kunnen dit voor 2025 regelen. Dan moeten we er haast mee maken. Dus de vraag is inderdaad, gaat de PVV om voor een dekking die zij ook acceptabel vinden? Dan heeft u een Kamermeerderheid nodig onder uw dekking. En die zie ik niet, meneer Bussoff. Voorzitter, tot slot dan. U moet geen enkele moeite om die andere twee partijen daarin mee te krijgen. Voorzitter, tot slot dan. Ik kan tellen en ik zie wel een meerderheid voor het verlagen van het eigen risico met de dekking die net is benoemd, als de PVV daarmee instemt. Dus de sleutel ligt echt bij de PVV of die mensen die dat eigen risico niet kunnen betalen, die mevrouw waar uw eigen partijleider in het SBS-debat nog naar verwees, die niet kan wachten. Zij kunnen niet wachten. De sleutel ligt vandaag en morgen in handen van de PVV. Gaat u die deur openzetten voor het verlagen van het eigen risico of slaat u die deur keihard dicht in het gezicht van al die mensen? Het is echt ook weer onzinnig om op deze manier aan te zetten. Er is een groter pakket nodig. Dat gaat ook over financiën, dat gaat ook over immigratie, dat gaat over zorg, dat gaat over alles. En binnen dat pakket zul je het eens moeten worden. En binnen dat pakket geef ik u aan wat mijn inzet zal zijn en die van mijn partijleider. En wat wij voor elkaar willen krijgen. En dat zullen we uiteindelijk, hopen we, dat deze gesprekken en deze informatie leiden tot een formatie. En dat we dat kunnen regelen. En dat is de enige manier.